sap van de kalamata-olijf. Ik heb een keratinebehandeling in mijn haar. Ik heb iets heel leuks gekocht. We hadden om 1 uur iets heel belangrijks. Maar het stinkt echt naar poep. Lekker jongens. Oh, ik heb trouwens net op mijn Instagram een foto met haar geplaatst. Oké, I tried. Nou. Het is een beetje veel dit. Maar ik wilde het een beetje zoals in een restaurant doen. Maar dat ziet er echt niet uit. Dus het is 10 voor 1 op zondag. Ik zit chips te eten en film te kijken. Dat is natuurlijk even niet de bedoeling. Dus. We gaan eens eventjes hier wat mee doen. Want dit kan natuurlijk niet, hè. Dit kan allemaal niet. Dit is heel heftig. Dus dit is before. En dat gaan we eens even fixen, jongens. Want dit is niet de bedoeling. Het is nog geen 2 minuten klaar en er begint alweer troep te komen en poep en kruimels van puurrollen die deze aan het mollen is. Maar het is in ieder geval wel fresh. Kijk, daar ligt alweer wat heerlijk. Maar nee, ik heb echt mijn best gedaan. 2 uur of zo bezig geweest. Lekker fresh, fresh. Toppie hoppie. Oh, ik heb zo erg met tegenwind gefietst. Ik had eventjes nog gechilled. Toen besloot ik dat ik eventjes yoghurtjes wilde halen en eigenlijk gewoon graag even wilde bewegen, want ik wil het liefst elke dag bewegen, maar in ieder geval om de dag. Dus dan elke dag naar mijn werk fietsen, gisteren even niet en dan vandaag weer. Dus toch even 2 keer, nou ik denk in totaal 35 minuten. Ene weg met tegenwind, heel zwaar.
Toen belde Hame. Het was weer een spannend moment in de geheimzinnige dingen die ik niet kan vertellen. Maar door dit weekend. En dat is weer weer heel vervelend. Echt, er is weer iets heel vervelends. Maar dat gaat dus maar zo door en door en door. Die komt nu hierheen. Die is er over een kwartiertje. Dus ik wil even heel veel douchen. Ik ben helemaal bezweet van het harde fietsen. Ik vroeg aan hem of hij zin had in oliebol. Ik hou er meer van krentenbollen, maar die hadden ze niet meer. Dus ik kocht 2 oliebollen en ik kreeg er 5. Omdat ze gingen sluiten. Super lief. Ik weet trouwens niet of je dit in of buiten de koelkast moet bewaren. Dan moet ik eigenlijk nu douchen. In plaats van gaan filmen, maar ja. Als ik onder de douche sta, dan doe ik wel de sleutel in de deur. Wat heb ik gekocht? Heel weinig. Even voor hem een broodje. Dit is mijn lievelingsbrood. De koffie die ik wilde halen was er niet meer, maar deze van 1 plus 1 heb ik eventjes nog deze erbij gehaald. En voor vanavond dacht ik lekker een reep 75% puur met zeezout. Nog een keer bananen en deze voor haar. En dan komen er echt mogelijke dingen waar ik helemaal niet van hou eigenlijk. Namelijk kant-en-klare maaltijden. Het waren 1 plus 1 gratis deze week. We hebben allebei geen zin om te koken. En volgens mij is dit nog beter dan eten bestellen. Dus ik dacht, ik doe eens lekker gek. Hij houdt er wel van hoor, van dit soort dingen. Namelijk een stamppot andevi. Wel met vlees, maar dat eet hij dan. Varkens of rund, dat eet ik niet. Stamppot zuurkool. Volgens mij is het serieus super lekker. En ik dacht, ik doe er lekker 4. Dit kan ik wel, dit is kip. Saté, ayam met nasi en met bami. Dan kunnen we straks lekker kijken waar we zin in hebben. Misschien eten we er morgen weer in. Ik ben toch goed bezig met mijn vitamines binnenkrijgen. Oh ja, ik dacht dan haal ik ook nog even lekker kant-en-klare bepaal in het teken van gezond bezig. Helemaal lekker. De oliebollen. En dan 8 van die yoghurtjes. Het liefst wilde ik er nog meer. Maar ja, het werd een beetje te veel. Nou ja. En nog meer. Dit is niet heel anders. Oh, als het allemaal valt, dan heb je een probleem. Niet laten vallen. Je kan het. Je kan het. Je kan het. Ik vind het wel lekker afwisseling. Af en toe die van Lidl en af en toe deze. Maar ik ga deze echt alleen kopen als ze in aanbieding zijn. Want ze zijn echt duur. Nu ga ik echt lekker snel in de shower jumpen. Laat me bellen. Ja, dit moet ik nog wel uitzoeken. Ja, oké. Okay. Wacht. Zo mooi. Wacht. Oh my god, deze vind ik veel leuker. Oh. Je hebt een andere liedje ja, tegen. Ja, dat was allemaal leuk. Wacht, moet even. Ik weet het al niet waar ik ben. Hey, jij speelt al jouw nummer, ik speelt er rustig aan. Oké, jullie moeten raden welk liedje hij gaat spelen. Compositie, compositie. Zij moeten raden welke het is, ja? Voel je al de pressure? Oh, maar dan kan het even niet shit. Druk pressure. Hij gaat de hele tijd goed al 3 uur. Stop. Nee, ze moeten het raden. Molly gaat het helemaal. Ja. Ze weet het nu toch al. Ja. Oh my god. Ziek goed, hè? En hij doet het zonder noten. Ik heb hier de noten staan. Niet heel ziek. Nu ben ik. Kijk of ik het kan onder pressure. Hé, hey, zo kan ik jou in de vlog.
Ik word zenuwachtig. Waar is het pedaal? Even eerlijk, hij is foutloos gegaan, hè? Nee, dat mag niet. Wie weet welk liedje. Nu moeten jullie raden welk liedje dat andere liedje is die jij kan. Die kan ik niet. Hm? Je moet dus raden het andere lied. Oeh. Ja, maar die kan dus ook verder, hè? Die kan je eigenlijk uit, die kan je gewoon... Wie raadt welk lied wij spelen, krijgt een date met haar. Oh my god, love it! Haar komt straks weer hier naartoe, super gezellig. Omdat hij dan altijd echt een uur moet rijden. Nee, maar de moeite mee om hierheen te komen. Vind ik het dan wel heel leuk als hij aankomt dat er een lekkere maaltijd is. Daar hou ik van. Dus ik ben aan het koken. Ik heb kippenrij. Ik heb alleen een beetje veel olie, zie ik. Maar ik dacht, ik wilde een keer proberen om lekker van die uitjes erbij te doen. Maar het is net een beetje te vettig. Dat de kippenrij ook al vet uitkomt. Dus ik weet niet of ik die ui ga eten. Maar dan geeft het een lekker smaakje met knoflook. Eitjes aan het koken. Ik hoef er maar één. Ik dacht misschien bijna twee. En ik neem de andere dan lekker mee naar mijn werk. Dan ga ik straks deze krieltjes erbij doen. En dan nog spinazie. Dus het is echt lekker veel. Maar... wat ik wilde doen is gewoon ook wat overhouden dat ik morgen nog wat eet. Want ik wilde er ook nog wat salade bij maken. En dit is dus Charlotte die dacht goed bezig te zijn met weinig. Het is niet heel veel, maar het is... Kijk, ik heb bijvoorbeeld echt 3 stukjes avocado. En dan heb ik de avocado helemaal in folie gedaan. Verse maïskolven in folie gedaan. Heel klein beetje komkommer. 3 olijfjes. 4 stukjes feta. 1/6 paprika gedeeld. Dus het is van alles heel weinig. Maar ja, in totaal is het alsnog wel wat. Er zit dus gerookte kip, avocado, komkommer, tomaat, zwarte olijven, kalamata olijven, feta, veldsla, ijsbergsla in. Gele paprika. En dit is een beetje sap van de kalamata olijven, van de feta pot. Olijfolie, balsamico crème, zout, peper, mosterd. Heel klein beetje knoflook, een uitje. Er zit echt van alles in. Ik voel me net mijn vader. Oh, gember. Ik vind het helemaal geweldig om dit te doen. Dus dan gaan we lekker zo'n salade eten en dan... Het is eigenlijk weer veel te veel. Maar, oh nee, het is aan het burnen. Wat er dan overblijft, kan ik lekker later eten. Oh my god, dit gaat niet goed. Haar vond de salade echt heel lekker. Nu ga ik het eten warm maken. Bolly is helemaal verliefd op jou. Niet normaal. Nee, die mag nog niet. Eerst moet je oefenen. Nee. Mooi, Bolly, het liedje van haar. Wat is er dan? Ik vind Bolly zo cute. Zie ik veel, maar lekker vanmorgen nog. Die broek heeft hij weer aan. Zo grappig. De grap van vanavond is dus dat je nu denkt van... Jullie eten is toch heel normaal? Kijk even naar deze leuke lichtjes. Leuk hè? Maar de grap is dus dat jullie denken dat het heel normaal is. Maar eigenlijk is het voor ons dus niet normaal om normaal te eten. Want wij eten eigenlijk altijd bij mij borrel. En ik heb volgens mij nog nooit een normaal gerecht voor haar gekookt. Toch? Dit ziet er wel leuk uit. Ik hoop niet dat deze nu door aan het garen is omdat hij in een warme pan zit. Dit is best wel heel erg gezellig. Dank er. Goeie maaltjes. Ja, en de spinazie is niet boeiend hoor. Maar ik heb hem dus wel in de pan gedaan waar de olie en de... Ja, nou, hij is wel zout. Maar dat vind ik wel lekker. Super grappig. Het is nog steeds dit me denken aan... Nee. Jij zei ei erbij, dat heb ik gedaan hè? Ei hoort erbij. Ik vind het super... Dit is grappig, dit is dus voor ons heel bijzonder dat wij nu zo eten. Wel, wij eten hebben we nog nooit zo. Wij eten altijd kaas. Oké. Bolly, wat fijn dat je ook een keer bij mij bent. En niet alleen maar bij haar. Ik vind het wel heel gezond. Bolly, ben je bang dat ik weer weg ga? Dat je meteen in mijn capuchon gaat zitten? Ik ben letterlijk 1 seconde binnen. Hi. Dat is wel lekker. Ik had vandaag mijn nieuwe broek aan. Want gisteren was de L bezorgd. L34. Superleuk. I like. Mooi met die jas en die sjaal. Wacht.
Ik ben lekker alweer om 4:30 thuis. Heerlijk. Even een gesprekje op school gedaan. Daarna op de fiets gestapt. En dan nu lekker thuis verder werken. Het doet me zo goed. Ik ben er helemaal blij mee. Bol, ga jij er nog uit of wat is je doel? Ik moet wel even snel opschieten, want over 5 minuten heb ik alweer een gesprek. Want ik wil jou eens lekker hier op de kapstok in mijn capuchon zitten. Dat mag wel. Dan kan ik hem wel speciaal voor jou zorgen dat je erin kan liggen, ja? Dan moet je niet tegen gaan poepen, oké? Okay? Oh, 4:30 of 5:30 thuis. Wat een goddelijk, goddelijk verschil. Molly, waar heb je vandaag eigenlijk gechilld? Want ik heb alles afgedekt. Ik wilde gewoon niet weer thuiskomen met allemaal poep. Dus ik ging even de vaatwasser goed uitruimen, zodat alle bekers er stonden en hij dus niet daar kon gaan chillen. Even kijken. Zo te zien heb je hier gechilled. Moet ik meteen weer gaan schoonmaken. Kijk, de espresso kast. Ik had hij niet hier kan poepen, dat hij niet hier... Oh, hij kon hier zitten. Hier? Waar heb je gezeten? Oh, op de kopjes. Dus de kopjes zitten vol met poep. Wat lekker, Bolly. Heerlijk, dankjewel. Wat fijn. Nou, ik had eigenlijk geen idee hoe ik eruit zag vandaag. Omdat ik dit heel snel vanochtend aan had getrokken. Zonder dat ik hem eerst had gepast. Nou, ik paste hem en toen deed ik hem aan. Ik vind het echt leuk. Ik doe altijd comfy kleding aan op mijn werk, hè? Dus het is niet denderend. Maar de broek is echt leuk. Dit is dus een L32. En hij zit heerlijk. Hij is wel een beetje niet high-waist. Mid-waist. Kappen. Ik ben er nu toch. Ik eet lekker zelf als gisteren, maar dan is dat het enige wat ik eet. En 2 keer zo groot. Dus een mega salade, maar echt zie ik gezond. Yummy. Nou, hallo. Ik had even mijn blouse uitgedaan. Ik ben thuis. Ik was bij de tandarts en ik heb 2 gaatjes. Boven en onder. En toen ik voor het eerst in mijn leven een gaatje had, ik heb 1 keer een gaatje had, vond ik dat wel heel bijzonder. Want ik was degene die nooit gaatjes had. Dat was een paar jaar geleden. Nu heb ik gewoon 2 gaatjes. Ik was helemaal verbaasd. Dat moet ik laten vullen, boren. Het gaat lekker bij mij. En ik ga zo naar de kapper. Ik zei tegen haar, heb je even 5 minuten om alsjeblieft al die afgebroken dooipunten even eraf te knippen. Want het wordt weer helemaal gek van mijn haar. Doordat, toen ik het zelf had geblondeerd, niks aan de hand. Toen had ik het nog een keer zelf geblondeerd. Toen was er ook niks aan de hand met de structuur van mijn haar. Niet optisch, zeg maar, dat je het zag. Maar toen was het gewoon heel lelijk geworden. En toen ben ik dus bruin uitverven en daarna weer blond. En dat is gewoon te veel geweest. Mijn haar is afgebroken. Het is dood. Ik had het al laatst gezegd. Maar nog even 1 keer. Ik ben helemaal niet blond meer. Ik ben gewoon brunet. Terwijl ik juist blonder wilde zijn. Het is echt drama. En het is ook heel kort. Dat wil ik eigenlijk niet. Maar dat was een beetje mijn eigen fout. Dat ik zei, doe maar. Want ik dacht dat het wel leuk was. Maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet. En het is nu gewoon echt verschrikkelijk. Het is, nou ja. Dus ik dacht, als ze eventjes... Kijk, ik ben ook gewoon bruin. Heel raar, hoe kan dat, hè? Dat je dan ineens weer bruin wordt, terwijl je het laat monderen. Nou ja, het is niet normaal mijn haar. Dus dat duurt sowieso nog 2 jaar voordat het weer een beetje goed is, denk ik. Of 1 jaar. Maar kijk, het is echt, ik ben er voor gewaarschuwd, I know. Als ik dit wist, was ik niet nog naar de kapper gegaan, want ik mijn haar even gelaten. Maar ja, als je het echt dode wil, dan moet je gewoon de hele pluk. Dus dat is ook niet te doen, maar... Ik was een paar puntjes. Dus ik liep zelfs in de klas net zo te knippen. Want ik dacht, wat is dit allemaal? Het is gewoon hoe ik een paar maanden geleden zo blij was met mijn haar. Zo ongelukkig ben ik op dit moment met mijn haar. Ik probeer er maar niet veel over na te denken. Want het zijn belangrijkere dingen in het leven. Ah, dat was even fijn dat ze dat even heeft gedaan. Echt super lief. Ze rekende niks. Zo ik er bijna 1 half uur heb gezeten. Ze heeft gewoon eventjes zeg maar plukken gepakt, gedraaid. En dan eigenlijk alles wat er zo bovenuit zag van die bovenste dode afgebroken laag. Zo tsk weggeknipt. En ze ziet ook wel dat het erg is. Maar ik vind het wel heel lief. Want het is alweer 1 maand geleden of zo dat ik daar was. Dus ze had er ook voor kunnen rekenen. Maar dat heeft ze even voor me gedaan. Nu was je super lief. En weet je, ja, ze zegt ook, ja, het is gewoon pech. Weet je, je kan het niet meer herstellen. Olieplex, niks. Afgebroken is afgebroken. Het gaat echt nog wel even duren. Maar mijn haar groeit wel snel. En ja, dat doden ertussenuit is wel gewoon veel beter. Dus kijk, weet je, het is weinig haar wat ik nu heb. Maar ook als ik het gewoon lekker niet te vaak was, dan wordt het wat vetter. Krijg je meer volume, dan kan je het zo gooien. En dan valt het in principe mensen niet op. En als je het gewoon een beetje mooi stylt en fine-tuned en polijst met hitte, dat scheelt ook. Dat is niet goed, maar wel mooier. Maar het ergste, gebroken en gewoon helemaal overleden haar is eraf. Dus daar ben ik blij mee. En Albert Heijn komt zomaar pas om 8:30. Dus nu ga ik nog even werken. En een weekvlog bewerken. Met mijn vriend spelen.
Molly, kan je dit keltje pakken? Auw. Hey, jongens, even een tip qua serie. Die gewoon lekker wegkijkt als je ook van Nederlandse series houdt. De 12 van Oldenheim in Videoland en de 12 van Schouwendam. De 12 van Oldenheim vond ik iets leuker. Misschien moet je eerst de 12 van Schouwendam kijken, want die is ook leuk. Maar die andere vond ik leuker. Dus beter andersom kijken misschien. Echt heel spannend. Een soort, nou ja, richting politie-serie, mysterie. Met echt heel veel. Dat je echt niet verwacht dat die persoon, zeg maar, het heeft gedaan en zo. Gewoon echt leuk. That's a tip for me. For you. For you. For you. In de klas geven we dus complimentjes aan elkaar op briefjes. En de kinderen maken ze ook soms voor mij. Vandaag had ik het complimentje gegeven. Juf, je kan goed twerken. Zo grappig. Oké, terwijl ik de boodschappen in mijn vorige vlog aan het bewerken ben, kwamen mijn boodschappen binnen. En ik dacht, ik leg het een keer neer, want dat editen elke keer is een stuk makkelijker. Note to myself is wel, bestel niet dit soort boodschappen. Doe gewoon alleen de zware grote dingen, want ik ben gewoon echt een productenvoerder in de winkel. Deze tomaatjes zijn heel zacht, die zou ik in de winkel niet kopen. Deze zijn nog hard, had ik ook niet gekocht. Deze mandarijnen zijn heel licht van kleur, zijn vaak heel zuur, zou ik normaal niet pakken. Appels zijn prima, dit is prima. Deze, helemaal verlept. Deze pak ik altijd twee keer zo dik. Wat heb ik nog meer? Hier zitten allemaal hele rode bessen in. Ik was net nog bij de appie, maar toen dacht ik, ja, ik heb ze al besteld. Ik wil zoveel mogelijk bestellen en niet naar de winkel. Hier zitten allemaal van die zure bessen tussen. Valt nog mee hoor, want zijn de oogsten op dit moment best wel goed. Als ik ze steeds haal, best wel groot en lekker van smaak. Maar hier zitten dus al die rooien tussen. Ik weet niet, je kan niet zo goed zien. Nou, de komkommer is wel lekker hard, maar die kan ook zacht zijn, weet je wel. En ik heb een foutje gemaakt, want ik had eerst die en zag dat dit veel goedkoper was. Dit is wel minder vet, maar dat boeide me niet. Ik heb per ongeluk toch allebei besteld, weet je wel. Dus ja, beter alleen veilige producten. En dan ook nog twee pakken wc-papier. Toya vindt toch wat lekkers in de koffie. Dit was een aanbieding. Dessert mojito. Dessert pina colada. En dan van de boom peer en van de boom mango. En 1 plus 1 waren deze tissues. En dat was het. Oh, niets lekkerder dan een soja koffietje. Goedemorgen. Ik heb een keratinebehandeling in mijn haar. Die ik echt jaren geleden, in ieder geval toen ik nog bij Ruben woonde, heb gekregen van John Berends. En ik had er nooit zin in om het te doen. Ik wist dat ik het had, maar ik keek er niet echt meer naar om. En toen nam een kapster daar dus over. Toen dacht ik, oké, dat ga ik vandaag op mijn vrije dag erin doen. Het is wel veel werk. Ik moest, het is dit setje. Dit is het. Ik moet eerst naar de kleinste shampoo dat er bij zich op mijn haar twee keer was. En daarna was mijn haar echt verschrikkelijk stro, niet normaal. Ook een beetje rozig en zo, maar dat heb ik sowieso wel eens bij bepaalde producten. En toen moest ik een heel soort dun, gek ruikend flesje in mijn haar doen. 2 centimeter van de root, ja. Ik heb het geprobeerd, dat is best wel lastig. Het is heel vloeibaar en heel dun, dus het werkte niet heel, heel precies. Dan moet ik er nu, ja, ik weet niet precies welk haartype nou bij mij past. Want het is echt voor een beetje curly mensen, geloof ik. Het is denk ik te lang. Ik denk nu nog een kwartier. En het zit er al 5 minuten in en ik heb het ook al erin gedaan. Dan moet ik dit helemaal droog feunen en dan met een steltang eroverheen gaan. 5 tot 7 keer per pluk. En dan moet ik dat nog een keer met de conditioner spoelen. Of zo. Nou, we gaan het zien. Molly! Cool. Hallo. Ik ben nu bij H. Wel zijn oor. En ik heb lasagne gemaakt met lekker vegetarisch gehakt. Mozzarella, geraspte kaas, allemaal dingen. Hij had alle boodschappen gedaan. Hij is super goed gelukt. Kijk hoe lekker. Ik moet even vertellen wat er in mijn dressing zit. Oké, ik ga nu vertellen wat er in mijn dressing zit. Want hij had niks in huis wat ik wilde, dus ik heb maar wat gedaan. Kijk, dit is hem. Er zit een uitgeperste mandarijn in. Vers sinaasappelsap uit een pak, uit de fles van hem zeg maar. Olijfolie, mosterd met pitjes, of noem je dat? Hoe noem je dat? Mosterd met zaadjes erin, mosterdzaad. Mosterd met zaad. Zout, peper, hele fijne knoflook, hele fijne gember, aardbeienjam, een heel klein beetje limoen, rode wijn, witte wijn. En olijfolie, had ik dat wel gezegd? Weet ik niet. Hallo, het is zaterdag. Wij gingen echt om 4 uur naar bed. Uiteindelijk om 5 uur slapen of zo, maar volgens mij waren we om 7 uur ook nog wakker. Het was een hectisch nachtje. Hij heeft helemaal niet geslapen. Ik heb dus wel geslapen, maar we zijn behoorlijk verrot. Maar komt goed. Morgen is het dus een belangrijke dag. Iets wat ik niet wil zeggen, maar wel een belangrijke dag. En we gaan vandaag dus lekker gewoon rustig aan doen. En we gaan nu even lekker in het zonnetje wandelen naar de Randstadrail.
Zijn we er nu al? Chill. En dan gaan we even naar Den Haag. Zodat we wel even eruit zijn. Het is echt zo lekker weer, niet normaal. Oké, wij hebben lekker veel gewandeld. En ook wat winkeltjes gekeken, maar niks boeiends. Nou, we hebben best wel veel gelopen. Nou, echt maar 5000 stappen of zo. Maar zo lekker gevoel. Nu ploffen we lekker op de bank. En ik voel me altijd meteen weer lekker wat fitter. Zoals ik dat heb gedaan. Ik heb iets heel leuks gekocht. Weet je nog? De labels. Ja. En nu zit de lasagne in de oven. Die gaan lekker opwarmen. En we eten nog even wat worreltjes wat over was. En weer natuurlijk een Chardonnay Viognier. Lekkerste ever. En ik heb iets heel leuks gekocht. Bolly zat heel cute in de kooi. Oh, vandaag heb ik denk ik zin om even een Baileys te drinken. Dit heb ik gekocht. Wat denken jullie dat het is? Ik vind het dus geweldig. Ik wilde eigenlijk al heel lang zoiets. En ik heb er gewoon twee gekocht. Deze was 4 euro. Het is van Sissy Boy. Een lepeltje met een kat. Een hele mooie matte gouden kleur. En een lepeltje. Oh, ik ben er wel heel blij mee, moet ik zeggen. Een lepeltje met een leeuw. En ik dacht, ik doe het voor nu. Doe ik er gewoon 2. Eerst dacht ik, ik moet 4 van die. Toen zag ik deze. Toen dacht ik, 2. En uiteindelijk ging ik hiervoor. Want ja, ik ben toch alleen. En je geniet er meer van als je het zo ziet. En meestal heb ik toch nooit meer dan 1 persoon op bezoek. Dus kijk, hè. Als je zo ziet, is het echt wel mooi. Kijk. Echt leuk. Ik denk dat als ik er 4 had, had ik het anders nog minder bijzonder gevonden. Dus hier ben ik gewoon echt zo blij mee. Dat wil ik even zeggen. Nou jongens, sorry dat ik zo weinig heb gevlogd dit weekend. Maar het was vandaag om 1 uur hadden we dus iets heel belangrijks. Wat eerst gisteren zou zijn. Hé, hey, je gaat wel met de auto boodschappen doen. Ziek lui. Ja. Ik moet tanken. Ik was net even aan het vloggen. Dag, echte mannen. Doei, Molly. Nou, het was heel leuk. Maar we hadden om 1 uur iets heel belangrijks rondom het geheime. Wat echt heel belangrijk was. En toen gingen we even met een vriend van haar. Maar daar was ik ook nog eventjes mee. En nu ga ik zelf naar huis. Bolly mee. Die reageert zo leuk op elke man. Dat vind ik altijd echt geweldig. Maar hele leuke dag. Maar nu stort ik even helemaal in door wat er net was eigenlijk. En normaal blijft HVM mei op zondag en zo. Dus het is allemaal een heel ander weekend. En nu ga ik dus naar huis en dan ben ik 7 uur thuis. En dan heb ik gewoon nog even een avondje voor mezelf. En dan, ja, hectisch, maar wel leuk. Ja, even niks gefilmd, maar komt alweer. Zo, ik ben lekker mijn vlog aan het bewerken. Ik ben al bij nu. Non-stop. Mijn vlog heb ik pas gisteren afgemaakt en online gezet. En nu ben ik zo bijna klaar met mijn volgende. Dus dat is fijn, want ik ben zo stom dat ik zo laat te laat ben. Dan doe ik het altijd op een verkeerd moment. Dan denk ik bijvoorbeeld op een avond als deze, ik ga lekker chillen. Terwijl nu dacht ik, nee, ik ga gewoon even je vlog bewerken. Ik heb lekker sushi gegeten, ik heb die gefilmd. Ik had 2 keer 6. Ik had 1 Abi Fry, gefrituurde garnaal met avocado en masago. Eitjes eromheen. 6. En ik had 6 met krab en komkommer en avocado en eromheen geflambeerde zalm. Zo lekker. En haast nog met die vriend. Ik ga zo richting bed. Ik hoop dat hij me dan nog eventjes belt. Dat kunnen we nog eventjes napraten. Want dat was natuurlijk vandaag wat bijzonder. En toen kwam die vriend. Dus we hebben elkaar niet echt veel gesproken. Alleen via de app. En anders spreek ik hem morgen. En ik zie jullie. Ik moet trouwens mijn haarwasser. Ik ga het niet doen. Want anders gaat het nooit lukken om het haarwasser weer uit te stellen. Dus ik ga morgen even een dagje droog shampoo. En ik ben helemaal moe nu. Maar dat komt gewoon echt door ontlading. Dus ik zie jullie morgen. Hallo, ik heb eventjes gedoucht na mijn werk. Ik was 5 uur thuis, ik had een boodschap gedaan. Maar die keratinebehandeling, ik heb het nog niet eens helemaal verteld, maar hij is echt wel goed. Ik merk het nu ook. Het is nu helemaal niet pluizig aan het opdrogen, het is gewoon glad. Maar het stinkt echt naar poep. En vooral nu ik het dus voor de 2e keer heb gewassen en toen ik het ging wassen, kwam er een geur vrij. Het hangt echt omheen, ik vind het heel vies, maar het heeft wel minder volume door de keratine. Maar voor hoe dood het was, was het wel even heel erg goed. Dus ik ben er wel blij mee. Haar komt zo, dus ik moet even mijn haar wassen, maar dan ga ik me altijd wel weer even opnieuw opmaken. Want ja, ik ben benieuwd of ik het ook nog doe als we jaren samen zijn, maar voor nu wel. Dat vind ik gewoon fijner. En ik heb het in 5 minuten gedaan. En boodschappen die staan daar, die moet ik nog uitruimen. Ik heb niet echt veel tijd. En hij is er over een paar minuten al, dat maakt allemaal niet uit. Ik had even een haringje gegeten en ik heb voor hem ook hier eentje liggen. Ja, ik wil dus even doorpraten, maar nu zien jullie mij niet. Alsof ik al rood genoeg ben, niet, maar...
toch altijd een beetje blush. Vind ik leuk. Dit doe ik altijd als concealer. Al jaren. Dat doe ik dan hier, want daar heb ik altijd een beetje uitslag. En hier. En ik heb weer, ik had bij haar het hele weekend niet aan mijn hoofd gekrapt. Waardoor ik dus helemaal niks op mijn voorhoofd had. En nu heb ik weer gekrapt. En dan gaat het altijd van die kleine zwarte puntjes. Die wil ik dan uitdrukken. En dan krijg ik dus, gaat mijn huid open. En dan krijg ik daardoor rode vlekken op mijn hoofd. Zo stom. Dat is echt verslaving. Als ik alleen ben, dan doe ik dat dus. En als ik bij hem ben, dan sta ik niet zo lang voor de spiegel. Maar hier kan ik echt een half uur voor de spiegel staan. En zo drukken, drukken. Zo irritant. Oké, ik ga nu de soep maken. Maar het is eigenlijk heel makkelijk. Want het is echt binnen 25 minuten klaar. Ik heb hier noedels. Deze chippy, gewoon eiernoedels. Dan heb ik hier biologische kipdij. Die ga ik 2 minuten bakken. Ik heb gewoon dit recept. Haan zei laatst dat hem dit lekker leek. Dit is hem. Oh ja, maar dan moet ik natuurlijk ook nog even de groenten snijden. Voordat het zo te gaar wordt. Ik heb even een witte ui en iets van 14 knoflook erbij gedaan. Dat stond niet in het recept. En hier is ook al ui in, maar ik denk dat het wel lekker maakt. En dan ga ik dit eventjes nu het vuur aan. Polly. Dit hoeft er ook niet bij, maar dat heb ik zelf bedacht. Lekker spicy. Oh, ik heb de gember een beetje grof gesneden, maar dat niet. Chilipeper en deze past bijna in de pan. Dat moet net niet passen, denk ik. Ik moet straks in die gaan doen. Deze mix, Thijssen. 1,5 kippenbouillon, 58 ml water. 2 pakken gewoon van die volle kokosmelk. Lekker jongens, oh, heel veel zin in. Dan ga ik het straks even bij die noedels schieten, denk ik. Lekker. Lekker laten koken. Oh, super lekker. Dit is het. Oh, het ziet er super goor uit op beeld. Maar in verhouding vind ik dat er veel te veel noedels in moeten. Moet je kijken hoeveel noedels. Dus ik zou minder noedels gebruiken. Het lijkt ook echt geen 250 gram. Het lijkt veel meer. Maar het is in ieder geval echt super lekker. Nu hebben we de ene vegan Ben & Jerry die ik had gekocht. Met een beetje baby's. En we gaan Harry Potter kijken, die is nu op tv. Oké, de kinderen zijn erbij. Ik heb een snelle review van de koffie. Ik denk dat sommigen hem wel lekker vinden. Ik hou er niet zo van. Ik vind hem echt heel nep smaken. Echt hele romige kokospoeder. Heel vettig smaakt het. En een beetje zo zoet. Nep. Het smaakt gewoon nep. Dus ik vind het niet zo heel erg lekker. Maar hij is oké. Okay. Hey jongens, heb je huiswerk al af? Nee, het is hier helemaal nat. Nee, wij hebben ons huis... Dit is dus nou de wolkenradar. Hoe groot is het? Kijk, ik ga nu even een middenbouwvergadering doen. En klaar. Wow, weg haar. Ik trapte mezelf op dat ik even moest schapen. Hoe laat is het? Het is 29. Bouwvergadering gehad. Helaas niet helemaal kunnen bijwonen, want ik had een MDO. Die hebben we nu uiteindelijk 1,5 uur heeft die geduurd. Het was wel weer goed to be continued. En het lekkere is dat ik nu lekker mijn soep kan gaan opwarmen. Ik heb nog geen trek aan. Ik had net maïswafels met geitenkaas gegeten. Met zeg maar zo'n rol geitenkaas, zo lekker. Wel een beetje slecht dat ik bijna die hele rol op. Maar goed, ik eet gewoon waar ik zin in heb. En dan gaat het eigenlijk wel prima. Nu ga ik heel even chillen. Want ik ben nu dus al heel lang aan het werk zonder pauze. Dus doei. Heeft u, Kijk de Masked Singer terug. Ik vind het zo leuk. En ik eet deze druiven. Niet heel goed s'avonds als snack, maar zo lekker knapperig. Alleen knapperige zijn lekker. Ik ga weer lekker een matcha laten maken. Mijn truc om te zorgen dat je geen klontjes hebt is om eerst wat met koud water te doen. Dat werkt heel goed. Of je moet een speciale klontjeskwast of zo hebben, die heb ik niet. Dat is een beetje zo'n bodempje. Het ziet er super nasty uit. En ik schuim de sojamelk op en dan doe ik dat er lekker bij. Oh, ik heb eigenlijk ook heel veel zin in anijsmelk. Oh.
Maar dit is eigenlijk alleen maar echt lekker met koemelk, vind ik. En dat drink ik dus niet. Misschien ook wel met soja, maar laatst had ik met rijstmelk en dat was heel vies. Maar dit is echt jeugdsentiment. Dat maakte mijn moeder altijd als ik niet kon slapen. Ik heb er best wel veel bij gedaan, sinds het niet super schuim, maar toch warm en een beetje foamy. Wally, je bent altijd geobsedeerd met pakken. Mijn leuke lepeltje. Is hij goed? Ja. Dan doe ik er nog een klein beetje van die Action vanille bij. Is dat deze? Ja. Deze van Action, dan is hij ready. En jij ook? Hi! Ik deed nog even in de magnetron en nu is hij echt heel foamy. Lekker. Oh, ik heb trouwens net op mijn Instagram een foto met haar geplaatst. Dus je kunt hem eindelijk zien. Deze foto. Moet je maar even gaan kijken. Leuk, heel veel leuke reacties opgekregen. Oké, het is weer even tijd om bestellingen te gaan inpakken. En altijd als ik wat later ben met het verzenden van de bestelling, dan doe ik er een cadeautje bij. Deze broek is bijna uitverkocht. Hij is zo fijn. Echt love it. Ik heb lekker sushi besteld. Dit is een Abby Fry met, wat ik laatst ook zei, eigenlijk wat ik al bestel, precies hetzelfde. Avocado, komkommer, eitjes omheen. En deze is heel lekker. Krab, avocado, komkommer en eromheen geflambeerde zalm. En lekker met wasabi en soja. En zoals je kan zien, lig ik daar lekker te chillen. Dan ga ik de weekvlog hierbij afsluiten. Bedankt voor het kijken. Als je dus de foto wil zien van mijn haar, moet je even naar mijn Instagram gaan. Charlotte Blitzman heet ik gewoon. En doe even je duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet geen reactie achter te laten. Bij de vorige vlog kreeg ik super veel leuke reacties. En dat was echt heel leuk om te lezen. En dan zie ik je op Instagram of bij de volgende vlog. Doei!